Op zaterdag 15 april organiseerde een werkgroep binnen bedrijventerreinvereniging Het Spoor en de Meer in de Mil een open bedrijvenroute. Heel wat bedrijven openden de deuren voor het publiek. Zo konden belangstellende inwoners een kijkje nemen bij de diverse bedrijfsactiviteiten. Ook cameramannen Hen Daams en Wim van Melis van Omroep Land van Cuijk maakten hun rondje tijdens deze open bedrijvenroute 2023 in Mil.